Ik ben Dave Sinardet, professor politieke wetenschappen, gespecialiseerd in nationalisme, federalisme, Belgische politiek. En dat zijn expertisedomeinen waarover ik door media in binnen- en buitenland geregeld word gevraagd om teksten uit. Ik vind dat wij als academici de taak hebben om onze kennis met de samenleving te delen en om deel te nemen aan het maatschappelijk debat. Zeker in het politieke debat is er volgens mij nood aan onafhankelijke stemmen die proberen om op basis van rationele argumenten en academische kennis een rol te spelen. Bovendien geloof ik ook heel sterk in participerende observatie. Dus met je twee voeten in de samenleving staan, ja, dat gaat je ook helpen in je academisch werk om die samenleving beter te begrijpen. Zelf vind ik het bijvoorbeeld ook heel belangrijk om aan beide kanten van de taalgrens actief te zijn, omdat dat mij helpt om zo ook de Belgische politiek en de communautaire kwesties beter te begrijpen. Als ik zelf nieuw onderzoek heb dat ik bekend wil maken aan de buitenwereld, dan ga ik actief proberen om journalisten te contacteren. Daarbij helpt het natuurlijk dat ik best al wat contacten heb in de mediawereld, want journalisten contacteren mij vaak ook zelf spontaan om te reageren op bepaalde gebeurtenissen in de actualiteit. Dat is natuurlijk niet vanzelf gekomen, dus dat vergt enige inspanning. Ik ben destijds begonnen met opiniestukken te schrijven. Uiteindelijk heeft dat geleid tot de vraag bij de Standaard om een column te schrijven. Ja, en zo word je meer en meer een eigen stem in dat publieke debat. Ik zou bij deze iedereen willen oproepen om ook naar buiten te komen, om de Ivoren Toren te verlaten, om de academische kennis te delen met de samenleving en om een rol te spelen in de verschillende belangrijke maatschappelijke debatten die rondom ons heen aan de gang zijn. En een eerste goede stap daartoe is om te surfen naar de nieuwe website Ik Heb Nieuws.